Yes, welkom leeuwen en leeuwinnen bij weer een nieuwe video. Deze video maak ik omdat ik zo ontzettend veel vragen kreeg hierover. En ook in mijn vorige YouTube video zag ik ook in de comments dat iemand hier behoefte aan had. Dus waar behoefte aan is, dat maak ik. Uiteraard gaan we op dit YouTube kanaal samen naar de top. Dus vergeet uiteraard niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video tof vindt. We duiken mijn laptop in. Mijn video gaat over hoe koop ik een pand in Spanje. En wat levert het me uiteindelijk op? We duiken nu de laptop in. Zoals je ziet, dit is mijn appartement, penthouse. Super mooi, super blij mee. Heel dankbaar voor dat ik dit ook heb kunnen realiseren. En ik hoop in deze video dat jullie ook precies begrijpen hoe je een woning kan kopen hier. Ik ben altijd een voorstander van spreiding. Daarom heb ik de afgelopen maanden mijn research gedaan in het Spaanse vastgoed. Wat ik hier bedoel mee te zeggen is het volgende. Ik zal nooit op alleen vastgoed mikken. Ik zal niet alleen op aandelen mikken. Ik zal niet alleen op ondernemen mikken. Maar ik vind je moet verschillende soorten inkomstenbronnen hebben. En daarom ook. Ik heb vastgoed in Nederland, nu vastgoed in Spanje. En ik denk dat dat ook de beste manier is om je risico te verspreiden. Dus vandaar dat ik altijd een voorstander ben van spreiding. Ook gaat het tegen mijn principes in om een slechte deal te maken. Ik doe er altijd alles aan om direct een goede deal te maken. Dus dat is gelijk een waardevolle tip voor jou. Als je dus op zoek gaat naar jouw eerste woning, beleggingspand, vastgoed, hoe je het ook wilt noemen. Zorg er dan voor dat je gelijk een goede deal wil maken. Want daar zit je eerste winst. Nou, dit is de deal van 2022. Dit vind ik echt een fantastische deal is het geworden. En op deze deal heb ik aan de voorkant al 40.000 euro bespaard. Door alleen maar een kans te zien en die kans te grijpen. Dus dit zijn ook geen gelukstreffers. Dit is gewoon puur research. Gewoon kijken naar de markt. Kijken of de verkoper gemotiveerd is om te verkopen. En gewoon eigenlijk de trekker overhalen, om het zo maar te zeggen. Hier staat het ook. Kansen zien is direct actie. Gewoon als een lul tekeer gaan en niks aan het lot overlaten. Als je een kans ziet, gewoon bam, gas erop en beuken. Nou, waarom beleggen in Spanje? Waarom is dit nou zo interessant? Het is een droom voor iedereen om een vakantiewoning te hebben. Hogere rendementen te behalen door korte verhuurperiodes. Dus je kan veel meer rendement behalen. Dadelijk kom ik ook in een slide, laat ik het zien, wat ongeveer rendement zou zijn. En dat komt gewoon doordat je korte verhuurperiodes hebt. Het is een groeigebied, dus je wilt in een gebied zitten die groeit. Dat zeg ik ook altijd tegen de cursisten van mij. Zorg ervoor dat je ergens gaat investeren waar wat groeit. Of dat nou met ondernemen is, of dat nou met aandelen is, of dat nou met vastgoed is. Er moet groei in kunnen zitten. Anders kan je geen rendement behalen. Je pensioen veiligstellen door een asset te kopen in Spanje. Geen last meer van dure huur als je zelf vakantie wilt. Dat is ook fantastisch. Kijk, je kan gewoon gratis zitten. Nou, niet gratis natuurlijk, maar in principe wel gratis. Maar je kan gewoon, je boekt een ticket en vervolgens zit je gewoon lekker in het mooie Spaanse weer waar ik nu ook zit. En het is gewoon super relaxed. En in Nederland moet je ook telkens overbieden op vastgoed. En dat is voor mij echt een dingetje. Ik had pas nog een aantal biedingen gedaan, wat woningen. Maar dat gaat gewoon tegen mijn principes in. Ik wil niet telkens moeten overbieden. Ik wil gewoon goede deals maken. En het is altijd goed om je vermogen natuurlijk te spreiden, waar ik het net ook over had. Nou, wat zijn nou de voordelen van een woning in Spanje? Je hebt geen geld meer, je hoeft geen geld meer uit te geven aan het huren van een huis. Dus je hebt een vakantiewoning. Als je er niet bent, kan je het verhuren en verdien je passief geld mee. Dus dat betekent uiteraard ook huurinkomsten. Je hebt een waardestijging. Jaarlijks groeit je woning met gemiddeld 5% aan waarde. Staat allemaal op Google, kan je allemaal uitvinden. En de woning komt naar je toe. Dus door de huurinkomsten heb je later een afbetaalde asset in Spanje. En als laatste, je hebt het heft in eigen handen. Dat vind ik altijd super belangrijk. Je hebt een uitvalbasis voor jou en familie, mocht je weg willen uit Nederland. Dat kan natuurlijk op vakantie zijn, maar dat kan ook om een hele andere reden zijn. Dat je gewoon niet in Nederland wil zijn. Nou, hoe kan jij nou een appartement kopen in Spanje in 6 stappen? Dat ga ik je uitleggen. Allereerst moet je jouw huidige situatie bekijken. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe sta je ervoor? En wat is er mogelijk? Daarna doe je een vooronderzoek. Waar wil je gaan investeren? Ook een hele belangrijke. Daarna gaan we het hebben over maak een objectselectie. Daarna gaan we onderhandelen voor de beste deal. Ik ben echt van het onderhandelen. Je wil altijd gewoon een topdeal maken. En ja, dit kan in Spanje. En hypotheekfinanciering aanvragen en het verhuur en het beheer ervan. Oké, bekijk je huidige status. Wat zijn de mogelijkheden op dit moment? Als je dus een woning wil gaan kopen in Spanje, wat heb je nu? Hoeveel eigen vermogen heb je?
Misschien heb je wel overwaarde vanuit je woning in Nederland. Misschien heb je nog wel woning in het buitenland. Kijk of je die kan opnemen. Wat is je bedrijfsvermogen? Misschien heb je wel geld vanuit je bedrijf die je kan inzetten. Hoeveel aandelen heb je op of eventueel andere investeringen? Dus kijk precies hoeveel je hebt. Ik doe altijd pen en papier erbij pakken en ik schrijf gewoon alles op. En daar komt dan een pot met geld uit. Volgende puntje, vooronderzoek. Waar wil je gaan investeren? Is het wel interessant om te investeren in Spanje? Dus zoek dat uit. Welke Costa wil je in Spanje gaan investeren? Dus is dat in de Costa del Sol? Is het in de Costa Brava? En je hebt nog meerdere Costa's. Wat zijn de cijfers en de trends? Zoek dat op. Kijk precies wat er, hoe het speelt. Wat zijn de ontwikkelingen die zich daar gaan... wat daar zeg maar speelt. Dus bijvoorbeeld wat ik weet, ik ga hier naartoe, ik ga mijn research doen, ik zet mijn netwerk uit. Ik vraag aan mensen, wat gaat er allemaal spelen de komende jaren? Ja, er komen nieuwe discotheken bij, nieuwe beachclub, nieuwe restaurants, nieuw dit, padel, weet ik veel wat allemaal, gyms. Ja, dan weet ik, dat zijn de ontwikkelingen die daar zijn. Is het een groeigebied? Net ook over gehad. Nou, ik weet dat Marbella elke, of Malaga Marbella gewoon blijft groeien. En wat is je rendement? Dat is natuurlijk ook super belangrijk. Vervolgens ga je door naar objectselectie. Welke locatie en welke type woning? Wat wil je voor woning? Dat moet helder zijn. En wat is de locatie ervan? Locatie is super belangrijk. Zorg ervoor dat je echt een toplocatie hebt. Anders heb je daar alsnog niks aan. Doe je huiswerk op een Spaans platform. Bijvoorbeeld Idealista. Dan kan je gewoon kijken wat voor woningen allemaal zijn. Zoek dat uit. Kijk gewoon een beetje. En vind daar gewoon bepaalde... selecties, om het zo maar te zeggen. Bereken vervolgens je rendement. Oké, wat gaat het me uiteindelijk opleveren? Ook belangrijk natuurlijk. Vervolgens beslis of je gaat samenwerken met een makelaar. Ik ben er wel een voorstander van. Ik ben altijd wel Pietje precies. Dus ik controleer alles van A tot Z. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat de ervaren iemand mij gaat helpen daarbij. En als laatste, maak een selectie van de woningen die je graag wil gaan bezichtigen. 10, 20, 30, maakt niet uit. Vlieg er naartoe, ga ze bezichtigen en gas op die zuiger. Nou, als je dan op een gegeven moment de woning hebt gekozen, dan ga je onderhandelen voor de beste deal. En nogmaals, dit kan in Spanje. Wat even belangrijk is voordat je de deal gaat sluiten, is in Spanje moet je eerst weten wat je kan financieren. Je kan namelijk niet onder voorbehoud van financieren een woning kopen. Dus wees er zeker van dat je een financiering krijgt. Super belangrijk. Heel veel mensen gaan hier de mis mee in. In Nederland kan dat natuurlijk wel onder voorbehoud van financiering. Kan hier dus niet. Dus zorg ervoor dat je eerst weet hoeveel kan ik financieren. Zorg voor een goede makelaar. Dit is echt key. Ik heb het in de vorige slide ook al aangehaald. Maar ik vind een makelaar echt wel belangrijk in het proces. Gewoon ook voor de verbinding, voor alles eigenlijk. Zorg gewoon dat je een topdeal uiteindelijk krijgt. Ontdek of de verkoper gemotiveerd is. Nou, die van mij was super gemotiveerd. Die wou heel graag van de woning af. Nou, dan moet je precies mij hebben. Dat is wat ik ook wil. En dan kan je leuk onderhandelen. Er valt altijd te onderhandelen. Minimaal 5-10% zeg ik altijd. Vooral in Spanje. Dus wees geen ja-knikker. Ook in Nederland niet. Zorg ervoor dat je in Nederland ook gewoon een topdeal maakt. Daar liggen je eerste winst, dames en heren. Het is echt extreem warm hier, dus... Ja, dat is leuk weg te knetteren. Oké, hypotheek en financiering aanvragen. Dat is eigenlijk de vijfde stap. En dit is wel een belangrijk proces. Deze staat globaal uitgeschreven. Maar het is meer dan dat hier staat. Maar ik ga er even kort doorheen. Maak een reservering van de woning. Dat is de eerste. Als je een deal hebt gemaakt, reservering aanmaken. Kost je 6.000 euro. En dat gaat uiteraard van een bedrag uiteindelijk af. Regel alles voor het koopproces. Dus je bent al bezig met de financiering, je bent al aan het kijken en je moet eigenlijk alles regelen om het koopproces te doorlopen. Dus je hebt gewoon alle stukken nodig die je nodig hebt. Vervolgens wacht jij op een akkoord. Als je die akkoord hebt, dan vlieg je naar Spanje toe, ga je tekenen en dan kan je de sleutels ontvangen. Nogmaals, dit is globaal uitgelegd, niet helemaal in details erin. Maar dit zijn wel de basisdingen. Oké, vervolgens ga je het verhuren en ga je het beheren. Nou, kies je voor de korte of de lange termijn. Ik zal voor Spanje zal ik altijd een korte termijn verhuur doen. Waarom? Je rendement is hoger. Nou, bepaal de juiste doelgroep aan wie je het gaat verhuren. Dus wie ga je het verhuren? Zijn dat vakantiegangers? Zijn dat jongelui? Zijn dat wat oudere mensen, gezinnetjes? Maak daarvoor, dat ligt ook aan de locatie en zo, maar dat is wel even belangrijk om ook... helder te hebben. Hetzelfde is met ondernemen, moet je hem ook helder hebben. Maak je gebruik van social media kanalen om te verhuren. Dus ik zou er ten alle tijde voor kiezen om je social media kanalen in te zetten. Maak daar gewoon een mooie Instagram van. En zorg ervoor dat je uiteindelijk vanuit daaruit ook gewoon huurders krijgt.
Nou, platformen om te verhuren heb ik ook even erbij gezet. Bijvoorbeeld Airbnb, Mikasa, je hebt er heel veel. En stel je voor een team samen voor de verhuur. Dat kan natuurlijk ook. Je kan gewoon je eigen team samenstellen en dan ga je het gewoon lekker zelf verhuren. En als laatste, je kan het verhuur ook compleet uitbesteden aan een bedrijf. Kan 10, 20, misschien wel iets meer procent. Die snoepen hun zeg maar van de huurinkomsten af. Dit zijn de basisdingen die je moet weten van het verhuur en het beheren ervan. Nou, wat gaat het jou nou opleveren uiteindelijk? Simpel voorbeeld, ik ga er niet helemaal in de diepte in, maar ik wil gewoon even dat je simpel weet hoeveel het jou gaat opleveren. Dat zijn in totaal 32 weken per jaar verhuren, is 12 weken hoogseizoen keer 1400 per week is 16.800 euro. 13 weken midden-laagseizoen, 1000 euro per week is 13.000 euro. 7 weken is laagseizoen, 700 euro per week is 4900 euro. Heb je totale huurinkomsten van 34.000 euro. Uiteraard gaan hier natuurlijk heel veel vaste lasten nog vanaf. Dus dit is niet netto, dit is bruto. En dit is zeker haalbaar. 32 weken is zeker haalbaar. Nog 20 weken heb je dan leegstand. Wil je echt de diepte ingaan en dat ik je persoonlijk verder ga helpen om een woning te kopen in Spanje? Dat kan, dan kan dat uiteraard. Stuur mij even een DM en ik ga je persoonlijk verder helpen met een woning kopen in Spanje. Blijven smeren. De sneeuwbal gaat steeds sneller harder rollen. Ik heb het te vaak over de geldmachine inkomen, aandelen, vastgoed, cashflow. Inkomen, aandelen, vastgoed, cashflow. Opschalen, 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 opschalen. Compounding, compounding, compounding. Exponentiële groei. En je zal uiteindelijk financieel vrij worden. Oké, bedankt. Vergeet niet te abonneren. We gaan hem lekker afsluiten, want ik merk dat mijn laptop helemaal overhit wordt door de hete zon hier. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Like deze video als je het tof vond. En nogmaals, dit was een video om jullie een klein beetje beeld te geven. Kort en krachtig, 10-15 minuten om te weten hoe het hier een beetje aan toe gaat. En wat je ervoor nodig hebt om een woning hier te gaan kopen. Nogmaals, wil je echt de diepte ingaan? Stuur mij zeker even een berichtje op Instagram en dan ga ik zeker jou verder helpen. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie jou bij de volgende. Ciao!